Hallo everyone, hallo iedereen. In deze video ga ik het hebben over het werkwoord zetten. Zetten, to put, zetten. Ik zet, jij zet, hij zet, zij zet. Isn't that easy? It's all the same, zet, zet, zet. Wow, yeah. So, and in the plural, again, infinitive, wij zetten, jullie zetten, zij zetten. Wow. That's an easy one. Now we go to the past tense. Yesterday, gisteren. Ik zette, gisteren. Ik heb gezet, gisteren. Gisteren zette ik. Gisteren heb ik gezet. And when do we use zetten? For example, to make coffee. Ik zet koffie. Ik zette koffie. Ik heb koffie gezet. Here comes koffie in front of the verb. When you say what you have gezet, it's like yeah, to make coffee. You can also say, use the word maken, to make, maken. Ik maak koffie. Ik maakte koffie. Ik heb koffie gemaakt. Now, there is a little bit of difference in the Dutch from the Netherlands and the Dutch from Belgium. In the Netherlands, we mostly say zetten. Ik zet koffie. While in Belgium, in the Dutch part of Belgium, we say ik maak koffie. But the correct Dutch word is koffie zetten. But everyone understands koffie maken, of course, in Belgium. But also in the Netherlands, they know what you mean. But so, this is an easy one. Ik zet koffie, ik maak koffie. Gisteren zette ik koffie, gisteren maakte ik koffie. Vorige week heb ik koffie gezet. Vorige week heb ik koffie gemaakt. Geniet van je koffie en tot in de volgende video.